Hallo, welkom bij Brain Pickings, de podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Mijn naam is Leslie, founder van Zigzag HR, en elke week kruip ik in het hoofd van een centrale gast om daar ideeën, inspiratie, best en next practices te stelen waar jij mee aan de slag kan in jouw organisatie of in jouw HR-team. En ik kijk al eens graag over het muurtje, want misschien kunnen we wel het meeste leren van mensen, bedrijven en sectoren die op het eerste zicht helemaal niets met ons of met ons eigen vakgebied te maken hebben. En vandaag kruip ik in het hoofd van Suyin Aerts. In ons magazine deze maand is ze samen met Wim van Lessen onze Open Your Mind gasten. Passie voor ballet, dat delen ze, dat is duidelijk. En beiden bereikten ze daarin ook de top. En nu ze de Kaap van de 40 al een tijdje gerond hebben, kijken ze ook terug op een heel verschillend carrièreparcours. Wim van Lessen ging voor specialisatie en hij was gedurende 25 jaar principal dancer bij Ballet Vlaanderen. Februari 2019 nam hij afscheid en wees gerust, hij waant zich in een zee van opportuniteiten, zo zegt hij het zelf. Suyin die ontpopte zich tot een overtuigde zigzagster en zij combineert ondernemerschap, want ze runt samen met haar partner Dan van de Voorde de befaamde marketingmateriaalzaak Extreme Creations. Ze combineert dat met freelance opdrachten in en voor de media, onder andere voor Kanaal Z. Ze doet heel veel presentatiewerk op business events, dus met andere woorden geen standaard traject voor dit podiumbeest. Ze begon als ballerina, ze was daarna actrice, heeft in de modesector gewerkt en besloot daarna te gaan studeren. Hoe hebben zij hun talenten ontwikkeld? Wat zouden ze eventueel anders doen, mochten zij er beginnen? En zijn er hier misschien ook wel parallellen te trekken naar het bedrijfsleven en naar HR? Een uitgebreid verslag en een antwoord op die vraag krijg je in het magazine van maart. Wim zit op dit moment ergens in Parijs. Hij kon er daardoor niet bij zijn, maar Suyin die kon wel nog een gaatje vinden in haar agenda. Dag Suyin. Hallo Leslie, dank je wel voor de uitnodiging. Het doet heel veel plezier om jou terug te zien. Ja, super, want het was inderdaad lang geleden dat wij elkaar gezien hebben. Netwerkmadam en netwerkmadam die elkaar regelmatig ontmoeten. Het was een tijdje geleden, het klopt. Dus ik ben heel blij dat je mijn gasten wil zijn. We gaan erin vliegen. Goed? Absoluut. Alright. Wim is er wel niet bij, hè, maar hij stopte na 25 jaar als principal danser, hè, zoals ik net zei, bij het Ballet Vlaanderen. En hij koos op heel jonge leeftijd echt radicaal, hè, voor ballet. Hij was agressief ambitieus, hè, zo omschreef hij het zelf, alles moest wijken. Jij bent ook behoorlijk agressief ambitieus en jij koos ook op jonge leeftijd voor ballet. Alleen heb jij heel bewust gekozen om je daar niet toe te beperken, hè, om heel veel andere talenten te gaan verkennen. Wat maakt, als je daar nu op terugkijkt, dat je zo niet voor één passie bent gegaan? Ik denk dat dat niet een bewuste keuze geweest is. Ik denk op een bepaald moment gebeuren er dingen die maken dat je ergens terechtkomt. Positieve dingen. Gebeuren er ook soms negatieve dingen. Dus wellicht moest ik niet op het moment dat ik eigenlijk van plan was om van België naar Nederland te gaan dansen bij het Nederlands Danstheater, niet op dat moment een longembol gehad hebben, was ik misschien net als Wim op dit moment ook een gepensioneerde danseres en moest ik nu beginnen aan het vervolg van mijn carrière. Dus ik denk niet dat dat op dat moment echt bewust geweest is van ik ga ook dat doen en dat doen en dat doen. Het grote verschil is misschien wel dat in het geval van Wim, hij is eigenlijk vanaf de lagere school, eind lagere school, in de balletschool in Antwerpen naar school geweest, waar je eigenlijk een vak leert. Terwijl ik op dat moment eigenlijk gekozen heb om gewoon humaniora verder te doen. Ik heb wiskunde wetenschappen gedaan. Ik ging studeren. Ik werd heel hard gepusht op dat moment als een van de meisjes om ingenieur te gaan studeren. Maar ik danste al van mijn 14e echt elke dag na school. En dan heb je een moment dat je denkt van oké, ik ben nu 18, ik kan nu 5 jaar gaan studeren en dan ben ik doffies te oud, want je doet eigenlijk topsport. Ja. En dan is de keuze gevallen van oké, nee, ik ga toch maar voor mijn topsport gaan. Dus ik denk niet dat het een bewuste keuze is om echt te gaan al die dingen gaan combineren. Ik denk dat het eigenlijk een opeenvolging is van verschillende zaken die gemaakt heeft dat ik nu kan terugkijken op ongeveer dezelfde leeftijd als Wim, op een diverser, zal ik zeggen, parcours als Wim. All right, oké.
Nu, als we het dan hebben over specialisatie bijvoorbeeld, of hyperspecialisatie zelfs, een boek dat ik geschreven heb destijds met Lisbeth Klaus, hebben we beide aangehaald en vastgesteld, ook op basis van onderzoek, dat hyperspecialisatie eigenlijk echt de norm is geworden sedert de industriële revolutie. En hoe komt dat? Ja, we hebben daarin vastgesteld dat ons onderwijs daar zich op gevormd heeft, dat de manier waarop we in het bedrijfsleven die structuren vormgeven, eigenlijk alles wat we tot op heden eigenlijk vandaag nog doen, is op die hyperspecialisatie geënt. En ja, vaststelling is natuurlijk, we hebben specialisten nodig, die zijn zeer relevant, maar daarnaast heb je ook, ja, wij noemen dat zigzaggers, maar multipotentials heb je ook nodig, mensen die constant hun loopbaan recalibreren, hè, bijna. Wat zijn volgens jou dan, als je nu daarop kijkt, de voor- en de nadelen van hyperspecialisatie en daarmee gepaard gaan, de voor- en nadelen van jouw divers portfolio dan? Ik denk dat we in bepaalde functies en jobs absoluut gespecialiseerd moeten zijn en ons daar meer en meer in gaan verdiepen. Ik denk dat een aantal mensen dat effectief ook zeer goed kunnen, om zich eigenlijk meer en meer te gaan specialiseren. Ik denk dat het schoentje ergens wringt op een bepaald moment in ons systeem, dat als je voorop wil verder gaan in je loopbaan, wat toch denk ik voor 80% van de mensen betekent, ik wil meer verdienen, ja, dat je dan soms gaat doorgroeien naar managementfunctie. En ik denk dat dat heel erg verkeerd is. Dus ik denk, soms maak je een keuze en ga je echt specialiseren als specialist AI bijvoorbeeld. En zelfs in AI kan je natuurlijk ook gaan zeggen, ik ga daarin specialiseren, enzovoort enzoverder. Ik denk niet dat je niet kan zo specialist worden als je niet alleen daarmee bezig bent. Ik denk niet dat dat de mensen zijn die eigenlijk CEO van een bedrijf zouden moeten zijn. Ik denk dat een CEO van een bedrijf, ik ben zelf de CEO van ons bedrijf, mensen zijn die niet heel weinig van alles weten. Hè? Want als je zomaar een beetje denkt van, ik denk dat ik wel iets weet van HR en ik denk dat ik ook wel iets ken van marketing, dat gaat hem ook niet zijn. Maar het eigenlijk de verbinding leggen, dus eigenlijk de helikopterview gaan maken tussen al die, hoe al die dingen aan elkaar verbonden zijn in een bedrijf en in een leven en in een project. Ik heb ook projectmanagement gestudeerd. Dan zie je van, je moet eigenlijk een stukje vertalers hebben. Mensen die in staat zijn, volgens mij, om de vertaalslag te gaan maken tussen die gespecialiseerde mensen van al die vakjes, zal ik gaan zeggen. En zorgen dat die elkaar beter begrijpen. En ik denk dat dat een groot verschil is. En ik denk dat er daar een voor HR een super belangrijke rol is om daar eens naar te gaan kijken. Wil je dan zeggen dat vandaag de dag eigenlijk nog te veel specialisten doorgroeien naar een rol waarin we eigenlijk niet zozeer specialisten nodig hebben, maar eerder generalistische profielen? Ik denk het wel. Ik denk niet dat het absoluut wil zeggen dat omdat je specialist bent, dat je geen talent zou hebben om manager te zijn, CEO te worden van het bedrijf, om ondernemer te zijn op een bepaald moment vanuit die specialisatie. Ik denk dat dat perfect mogelijk is. Maar ik denk dat er ook perfect mensen zijn die op een hoger niveau komen, terwijl ze eigenlijk geen enkele specifieke specialisatie hebben. Om het dan terug te trekken, hè. We hebben het met Wim gehad over Ballet Vlaanderen en een artistiek directeur daarin. Moet een artistiek directeur een topdanser geweest zijn? Nee, moet een topcoach van iemand die atletiek doet zelf gouden medailles gewonnen hebben? Volgens mij niet. Je moet natuurlijk wel iets weten van hoe je moet hardlopen, uiteraard. Maar dus ik denk dat beide kunnen. En ik denk dat er nog veel te veel mensen inderdaad doorgroeien. Ja. Zelfs tegen hun eigen wil naar die functies waar ze eigenlijk hun specialisatie niet meer mogen gaan beoefenen. En dat is denk ik heel erg jammer. Waarom? Ja. Omdat ze eigenlijk wat meer zouden mogen verdienen, ook al is hun werk misschien in C of hun opdracht niet echt veranderd. Dat zijn inderdaad die traditionele loopbaanpaden, hè, waar we nog altijd systematisch naar omhoog zouden moeten gaan. En the only way is up. Nu, hoe makkelijk of hoe moeilijk is het dan voor jou, vanuit die veelzijdigheid die jij net hebt, om bepaalde opdrachten binnen te halen? Merk je dat dat heel makkelijk is of dat het net voor sommige mensen veel moeilijker is om jou een opdracht toe te kennen? Er is natuurlijk
een groot verschil. Enerzijds leid ik een bedrijf. Mm-hmm. Ondertussen ben ik een jaar of 4 echt teruggegaan voor mijn echte passie, die mm-hmm. eigenlijk wel, hè, wat je net zegt, het podium is, ja. Voor een camera staan enzovoort. Dus het is heel erg moeilijk om eigenlijk jezelf te gaan verkopen. Mm-hmm. Want als wij onze producten verkopen, ja, dan verkoop je over een product, dan kan je gaan negociëren over een prijs, maar het gaat niet over jou. Als je het hebt over jezelf gaan verkopen, ja, dat is toch wel een moeilijke. Dus ik denk dat ik de echte sales geleerd heb voor ik mijzelf moest verkopen. Mm-hmm. Want misschien mijzelf verkopen toen ik nog niet zo goed was in het verkopen van andere producten of diensten, was veel moeilijker dan nu ik eigenlijk geleerd heb hoe ik ook wel, ja, ik heb nooit appelsienen verkocht, maar dat aan de man kon brengen, kan ik mijzelf ook, kan ik dat eigenlijk wat loskoppelen. Ja. Dus hoe moeilijk is het om opdrachten binnen te halen? Ja, het voor mij denk ik een van de moeilijke dingen is, je gaat jezelf, tenminste ik ga mijzelf veel te veel, volgens mijn coach, vergelijken met andere mensen. Mm-hmm. Ja, waarom heeft zij, en dan merk je toch dat je heel hard gaat vergelijken met andere vrouwen, niet zo specifiek met mannen, want dan kan je zeggen van ja, ik heb de job niet gekregen, ze hebben me voor een man gekozen, klaar. Dus ik denk dat is een moeilijke. En natuurlijk moet je bezig blijven op dit moment, ja, moet ik niet echt op zoek naar werk. Hè. Dus dat is eigenlijk een luxe positie, ja. Als je de job goed doet. En ik denk daar is natuurlijk netwerk superbelangrijk. Ja. Zonder netwerk mag je heel hard werken. En het is niet met een netwerk alleen dat je er komt. Ik denk dat het op dit moment een beetje een misvatting is. Sommige mensen, dankzij hun netwerk, komen op plekken en dan moeten ze het gaan bewijzen en dan bewijzen ze het niet. Ik zie er zo een heel stuk de afgelopen jaren. Ik vind dat heel erg jammer. Terwijl er andere mensen zoveel talenten hebben en eigenlijk misschien op die plekken zouden moeten gaan zitten. Maar ik denk, uw netwerk verkoopt soms jezelf. Mm-hmm. In ons eigen bedrijf, Extreme Creations, werken wij heel erg bewust met eigenlijk zeer weinig interne sales. Onze salesmensen zijn de agencies waar wij mee werken. Yeah. Dat zijn eigenlijk, zal ik zeggen, ik vergelijk het soms met een apotheker verkoopt zijn medicijnen ook niet. Mm-hmm. Het is een dokter die ze verkoopt, ja, het is misschien fout. Mm-hmm. Schrijft ze voor, mm-hmm. inderdaad. En dus je hebt eigenlijk voorschrijvers nodig. Dus het begint al van, we gaan een gesprek doen, we willen daar een moderator voor. Dus er moeten al mensen overtuigd zijn dat een moderator, een interviewer, zinvol is om een gesprek te gaan leiden op een bepaalde manier. Als je die voorschrijvers dan hebt, ja, dan gaan die jou als product al voorschrijven en dan moeten ze natuurlijk bij jou terechtkomen. Dus dat is eigenlijk constant het oké vinden om jezelf te verkopen en dat op een manier te doen dat het eigenlijk wel opvalt of niet. Ja. En wellicht ook voor een aantal mensen, je kan niet goed doen voor iedereen. Hè. Dus er zijn wellicht mensen die mijn stijl niet oké vinden van interviewen. That's oké. Okay. Mm-hmm. Dus dat is denk ik ook. Probeer toch een bepaalde eigenheid te hebben. In mijn geval, ik pas mij zeer graag aan, ook aan de klant. En ik vind het geweldig om op maandag iets te doen over HR, op dinsdag iets over artificiële intelligentie en op woensdag iets te doen over vrouwenrechten, bijvoorbeeld. Ja. Why not? Dat is super interessant. Ja, de veelzijdigheid. Ja. Maar ja, je maakt je inderdaad ook sterk. En ik denk dat dat wel een van je slogans is. To ask the... Zeg het een keer zelf, dat ik het helemaal juist zeg, dat ik er niet de mist in ga. Vertel eens. It's essential to ask the right questions to get the right answers. Ja. En ik denk dat opgaat zowel voor een gast, mm-hmm. als ik trouwens, jouw voorbereiding voor vandaag zag complimenten. Heel interessante insteek. Dank, maar het gaat natuurlijk enerzijds daarover. En ik denk dat mijn... Sorry, telefoon is die begon te bewegen. Geen probleem. Excuses. Dit is volledig live, dames en heren. vragen stellen aan anderen kan je, denk ik, alleen maar als je ook jezelf de juiste vragen stelt. Mm-hmm. En je daar je hele leven mee blijft bezighouden. Ja. Met het stellen van vragen. Is het oké dat ik met deze persoon een relatie heb? Is het oké dat ik met deze persoon in zee ga qua business? Is het oké dat ik met deze persoon bevriend blijf? Dus niet altijd vragen van is het nog oké? Maar ook gewoon die vragen blijven stellen voor jezelf. Mm-hmm. En ook elke keer wel van een wit blad beginnen als je andere mensen vragen gaat stellen. Ja.
een stukje de nieuwsgierigheid hoor ik daarin en onbevooroordeeld in een gesprek of in een relatie of in een engagement stappen. De juiste persoon op de juiste plaats, met de juiste competenties en met de juiste waardeset. Zo omschrijven Sophie van Emeren van de Mobile Vikings en Sarah Kolkes van DPG Media Talent Management in ons magazine deze maand. Als ik dan aan jou vraag, Soeien, wat is talent management? Oh, ik denk talent is een, soms een beetje misschien een vies en gevaarlijk beestje. Mm-hmm. Ik blog elke vrijdag. Ja, My Friday Thoughts, elke vrijdag. En ik heb al verschillende blogs over talent geschreven. Want volgens mij is talent maar één klein stukje van succes. Mm-hmm. Ik denk dat er heel veel mensen met misschien niet heel veel talent op bepaalde jobs zitten waar ze ongelooflijk goed in zijn. Kijk naar sportmensen. Ik denk als je gaat kijken naar ons nationaal hockeyteam van de heren. Er zijn daar een aantal mensen, en dat weet ik, omdat mijn dochter ook allebei hockeyen en ik een aantal mensen in dat milieu ken, die ongelooflijk getalenteerd waren, maar ongelooflijk lui waren. Maar die zitten er natuurlijk ook wel in. Hè? Dus het is een mix. En ik denk, een mens heeft niet één talent. Ik ken niemand die maar één talent heeft. Alle mensen hebben heel veel talenten. Ik denk dat je ook gaandeweg talenten kan gaan ontwikkelen. Mm-hmm. Dus het is denk ik heel moeilijk om, als je zelf kinderen hebt, om te gaan zeggen, oké, hou dat zo breed mogelijk. Want op een bepaald moment moet je keuzes maken. We hebben allemaal maar 24 uur in de dag. Dus helaas. Ja. Heel erg jammer, maar goed. Ik vraag elk jaar aan de Sint extra uren. Werkt niet, hè? Werkt niet. Ik stop met geloven in de Sint. Maar ik denk, qua talent, dat is soms een gevaar. Want als een talent van jou ontdekt wordt... Ik kan jou zeggen dat na mijn problemen, ik er eventjes een jaar wist dat ik een jaar geen contract had om te dansen, dat ik ook bewust gezegd heb van oké, wil ik dit leven nog? Ik heb een aantal andere dingen ontdekt, acteren bijvoorbeeld, waar ik blijkbaar ook vrij goed in was. En daar ben ik dan ook verder mee gegaan. Maar ik ben bewust niet meer in die danswereld gegaan, want ik dacht van mensen gaan zeggen met jouw talent, het kan toch niet dat je niet meer aan het dansen bent? En dus ik denk dat je door talent ook wel soms gepusht wordt in een bepaalde richting. En voor je het weet heb je een hele entourage rondom jou die maakt dat jij verder gaat in iets. En ik denk dat dat volgens mij heel vaak de oorzaak is. Ik ken niet zoveel van burn-out, maar ik zie heel veel mensen die dan misschien op een plek terechtgekomen omdat ze daar talent voor hebben. Ja, maar vind je het ook zo leuk? Ja, talent is en inderdaad niet enig. Mijn jongste dochter, mijn beide dochters zijn maar 13 maanden verschil, dus die hebben een beetje hetzelfde parcours, dezelfde school op hetzelfde moment enzovoort. Die jongste die heeft talent voor viool, die heeft zelf gevraagd om viool te spelen. Maar gelukkig dat we daar niet mee gepusht hebben, want die heeft nu zoiets van, ja, viool, ik speel wel viool, maar dat is mijn leven niet, totaal mijn leven niet. Dus ik denk, qua talent, het kan gevaarlijk zijn. Ja. Door ontdekt te worden op een bepaald talent op een heel vroeg moment in jouw carrière. En dan zit je daar met al je talent. Mm-hmm. Zeg, en als we dan kijken in het bedrijfsleven, hoe belangrijk is daar de leidinggevende en bijvoorbeeld ook een coach, en dat is niet noodzakelijk dezelfde persoon, hoe belangrijk zijn zij in het talentmanagement dan? Ik denk heel belangrijk. Mm-hmm. Ik heb sinds... Vrij kort, hè, want ik geloof er natuurlijk niet in coaches, omdat ik natuurlijk heel veel coaches gezien heb waar ik van denk, ja, coach. Iedereen coach. Maar dat helpt wel. Mm-hmm. Helpt heel veel. Dus eigenlijk zou iedereen wel een coach mogen hebben. En ik denk dat dat voor een stuk de rol in HR is. Nu, ik heb wel gemerkt, als ik bedrijfskunde studeerde en ik ook HR, dan dacht ik van ja, HR zijn die wollige mensen, hè, zo'n beetje peace and love. Mm-hmm. En ik was heel erg verbaasd hoe wiskundig stuk er in HR, wiskundig is fout gezegd, maar een stuk er in HR toch eigenlijk wel zit. En ik denk dat we dat wollige, zal ik het maar zeggen, wat helemaal niet wollig is, wat dat cruciaal is, die mensenkennis zeer belangrijk is in HR. Ik denk dat eigenlijk de hoofddoel is en dat dus al dat IT-stuk van HR moet er zijn, maar moet misschien door een ander type van mensen gedaan worden. Dus ik denk superbelangrijk om te gaan kijken van wat zijn de talenten van mijn team nu? Maar hoe ontwikkelen die talenten of die interesses, want het gaat ook vaak over interesses van bepaalde mensen. En daar moet je flexibel kunnen zijn. En dat is natuurlijk makkelijk gezegd voor iemand die een vrij kleine organisatie heeft, zoals ik. Als je Coca-Cola moet runnen, dan is het misschien moeilijker om te gaan schuiven met pionnen. Maar dat zou je eigenlijk wel moeten doen. Mm-hmm. Want mensen
zitten op een carrière en leren gaandeweg, ah, maar je hebt ook dit, oh, maar daar ben ik eigenlijk ook wel goed in. Of dat wil ik eigenlijk wel leren. En vanuit misschien niet een talent, maar vanuit een interesse, kunnen zij zich echt verbeteren op wat ze doen. Ja. En worden ze er ook heel erg goed in. En kunnen ze inderdaad nieuwe talenten ontdekken? Want dat is een beetje wat ik, ja, hoor, dat die leidinggevende dat potentieel ook een stukje, ja, bijna kan gaan triggeren. Dat mensen ook andere zaken gaan verkennen en dan een stukje flexibeler zijn binnen de organisatie. Ja. Maar misschien zelfs ook daarbuiten. Ja, ja. Ja. Nee, absoluut. En ik denk dat we ook niet mogen vergeten hoe erg dat we soms dingen die we heel jong horen, toch, mm-hmm, meenemen. Mm-hmm. Ik ben iemand... Ik schrijf gegarandeerd DT-fouten. Ik schrijf gegarandeerd fouten in Nederlands. Ik schrijf fouten in het Frans. Waarom? Niet omdat ik het niet weet, hè. Omdat ik gewoon te snel ga en ik vind het gewoon niet zo leuk om dan na te denken. Dus is het misschien een beetje fout geweest van de opleiding? Of was ik zo geïnteresseerd over de content, minder, mm-hmm, dan op dat moment de vorm? Dus ik dacht, ik kan niet schrijven. Ja. Maar ik ben ondertussen wel al 2,5 jaar aan bloggen. Dus ik kan blijkbaar... wel schrijven. Dus heb ik wel een talent voor schrijven, maar door een verkeerde zicht, misschien van mijn ouders, die zeggen van je schrijft veel te veel fouten, denk je, oké, ik schrijf veel te veel fouten, dus ik kan niet schrijven. Mm-hmm. Maar ik denk dat dat ook wel dingen zijn die we moeten kijken in wat willen we voor een bepaalde job absoluut in iemand zien. Ja. Moet een receptioniste vriendelijk zijn? Ik denk het wel, absoluut. Mm-hmm. Moet zij verschillende talen kunnen? Absoluut, als je internationaal werkt, is dat zeker nodig. Moet ze daarom ook absoluut foutloos kunnen schrijven in alle talen? Dat is misschien niet echt nodig. Mm-hmm. Dus ik denk dat we daar soms een beetje moeten herbekijken welke talenten hebben we nodig. Maar ik denk super cruciaal vandaar mentoren of coaches te hebben, mm-hmm, binnenin in het bedrijf. Ja, ja. Ik denk dat mentorschap in bedrijven ook wel werkt. Ik hoor, ja, dat in grotere... Absoluut. Bedrijven en coaches. Ik ga geen namen noemen, maar ik heb ooit iemand geïnterviewd, een heel hoge Piet in een heel hoog groot bedrijf, die mij zei van, natuurlijk niet op camera, die mij zei van, ik heb een coach van het bedrijf, maar ik heb ook mijn coach. Mm-hmm. Want die coach van het bedrijf is heel erg gestuurd door het bedrijf, want het bedrijf, ja, heeft iets met mij. Is iets van plan, heeft een bepaald, ja, traject misschien. Heeft een voor traject ogen. Voor ogen, ja, en ik wil dat zelf toch wel even afchecken, ja, met mijn coach of dat dan altijd wel zo goed is. En dan kwam het op die talenten, want ik ben zo getalenteerd daarvoor. Mm-hmm. Maar door een bepaalde richting uit te gaan, ja, verlies je weer andere dingen. Oké, dus inderdaad een stukje een coach die wel losstaat van jouw huidige functie, zodanig dat je heel breed kan. Ik denk kan het wel. Ik denk dat je als bedrijf misschien ook moet loslaten van, oké, we hebben hier een coachingbudget voor een bepaalde persoon. Ik denk dat het ook afhangt van de coach. Hè. Mm-hmm. Een coach kan ook zeggen van, goed, ik ben hier die persoon aan het coachen. Mm-hmm. En ik ken coaches, zeer goede coaches, die ook zeggen, er zijn mensen die ik gecoacht heb met een budget van bedrijf X, aan wie ik aangeraden heb, ga zo snel mogelijk ergens anders werken. En dat doe je dan eigenlijk mm-hmm. Maar dat is eigenlijk de, ja, rol van een coach ergens wel, dus vind ik. Dat is voorhouden, ja, absoluut. En als, ja, je dan, ja, te veel geleid wordt door, dan ga je de mensen coachen. Dat kan ook, hè. Kan, mm-hmm, denk ik, de mensen ook coachen op complete foute dingen. Hè. Ja, ja. En dat is wel, ja, het risico. Eigenlijk mag je dan zelfs, als ik dat zo beluister, een coach heeft niet als opdracht om iemand in een richting te duwen. Een coach heeft als opdracht om die spiegel voor te houden. Uiteindelijk dat de persoon zelf, hè, tot de juiste keuze komt. Ja, als ik hier met een netwerkdame voor mij zit, dan kunnen we het niet anders dan ook over netwerken hebben. En ik moest bij de voorbereiding van het gesprek terugdenken aan Marion de Bruyne, Kathleen de Stobbelaer. Ik had ook met hen een heel interessante podcast. En we hadden het ook over netwerken. En ze verwezen naar een onderzoek van Herminia Ibarra en Mark Hunter. En die raden aan, als het gaat over netwerken, om te investeren in 3 soorten netwerken die ze omschrijven. Hebt u functioneel netwerk, dus het netwerk van de mensen, bedrijf rondom jou, die dus heel erg bedrijfsgebonden en taakgebonden zijn. Dan heb je een netwerk dat eerder gericht is op je bredere ontwikkeling. En dan heb je een netwerk dat echt naar de strategische doelstellingen gaat. Dus dat zijn mensen die jou kunnen helpen in een volgend traject, overmorgen, volgende jaren en zo verder. Dus op veel langere termijn. Ja, jij bent een netwerker. Hoe ga jij strategisch om met netwerken opbouwen, onderhouden? Goeie vraag. Moeilijke vraag. Ik heb heel lang gedacht, en dat is tot na mijn eerste televisiecarrière als actrice, dat
op dat moment netwerken vriendjespolitiek was. Mm-hmm. En je dacht, van daar doe ik niet aan mee. Als ze mij willen, dan moeten ze mij willen om wat ik kan en niet omdat ik de juiste mensen ken. En eigenlijk is dat een heel foute idee van mij, mm-hmm. denk ik, geweest. Want eigenlijk kom ik ondertussen, hè, de kaap van de 40 gepasseerd, zoals je zei in je intro, heel weinig mensen tegen die posjespakkers zijn omwille van papa of mama of de rest. Er zijn er, hè. Maar goed, toch wel weinig. Dus op een bepaald moment besef je van... Ik zei heel vaak aan mensen, ik ben toen toevallig terechtgekomen bij televisie. En toen ben ik toevallig terechtgekomen in de mode. En toen ben ik toevallig terechtgekomen daar. En dan ben ik toevallig... dacht ik van, toeval? Was dat toeval? Nee, dat was eigenlijk op dat moment mijn netwerk. En dan heb ik het eigenlijk beseft van... Ja, een netwerk... Is het misschien een klein beetje proberen om deuren open te houden? Wil het zeggen als een deur toe is dat je nooit meer open krijgt? Nee, want mijn deur voor media was compleet gesloten. Het is natuurlijk heel erg moeilijk en het is heel erg moeilijk, want ik zit nog steeds niet op de plek waar ik wil zitten, verre van. Omdat ik al die deuren gesloten heb, uiteraard. Dus je krijgt die op een bepaald moment wel open. Als je hard genoeg duwt, dan lukt het wel. Maar het kan ook best zijn dat je mensen, dat je wat contact houdt met mensen. Want je weet nooit waar het goed voor kan zijn. Mijn eerste serieuze liefje bijvoorbeeld was een netwerker puur sang. Mm-hmm. En die zei, die ouders waren expats en die hadden geleefd in Afrika en dergelijke meer. En hield dan zo contact met die mensen. Op het begin dacht ik van oké, fine. Tot hij dan komt. Kaartjes begon te schrijven naar meisjes die dan ongeveer mijn leeftijd hadden om te zeggen happy birthday. En dat vond ik helemaal niet oké. Ja, maar ik hou contact met die mensen, you never know. Op dat moment ben je een gefrustreerde tiener en denk je van, hoezo is zij beter dan ik en zij woont daar enzovoort. Mm-hmm. En dan denk je, het is toch eigenlijk wel slim, want die kerel ondertussen die heeft een geweldige job, is ondernemer. En dat is opgebouwd toen al, hè, als 23-jarige. Ongelooflijk. Yeah. Dus is het belangrijk om na te denken over functioneren. Ik denk dat het heel belangrijk is om te netwerken, niet enkel in jouw zoals jij het aangeeft... In je eigen vakgebied. Ja. Want dan zit je te praten met mensen. Hè? Vind jij ook niet? Ja, zwaar. Ja. Mm-hmm. Ja. Dus het is denk ik super interessant om die dingen mee te nemen. En ik denk dat dat mij een generalist maakt om eigenlijk ook in gesprekken te stappen en ook gewoon te zeggen, want je hebt er heel veel die dan heel veel bla bla verkopen. En dan is het geweldig om te zeggen van, kan je mij dat eens even uitleggen? En dan zie je van, ja, kunnen ze dus niet. Ze gebruiken fantastische termen die ze eigenlijk niet kennen. Maar ik denk dat dat heel belangrijk is om wat jij ook zei in je intro, over het muurtje te gaan kijken. Mm-hmm. Dan denk je, en dat voedt jou. Ja. In je netwerk, maar ook voor je eigen dingen. Maakt dat je soms andere paden kunt... Dus ik denk, moet je dat voorbereiden? Moet je daar strategisch mee bezig zijn? Ja, eigenlijk wel. Want strategisch is weten van, ik ga dit doen omwille van... Maar af en toe moet je het ook gewoon openlaten. Moet je gewoon zeggen van, komt op mijn pad. Mm-hmm. Men vraagt mij om daar of daar eens naartoe te gaan. Why not? Wie weet wat brengt het? Ja, een stukje die serendipity die we vanuit Zigzag HR ook zeggen dat iedereen moet toelaten. Van probeer het inderdaad niet allemaal heel strak geregeld en afgebakend te hebben, maar laat ook toeval toe. En als je dan inderdaad op een netwerkevent, als ik dan een stukje naar mezelf kijk, dan ging ik nooit zoals veel strategische netwerkers gaan kijken van wie zijn de belangrijke personen die ik moet gezien hebben. Ik zal die wel op een andere manier proberen te contacteren, maar ik ging dan gewoon ergens gaan zitten. Serendipity gewijs. En dan kom je soms naast mensen te zitten dat je denkt, miljard, dat is superboeiend gewoon. En dat had je eigenlijk nooit op de persoon of op het gezicht af kunnen veronderstellen. En dat zijn uiteindelijk ook mensen die je later nog kan tegenkomen of die je nieuwe inzichten kunnen bieden. Dus klopt. Dat is bij jou ook een stukje die diversiteit van netwerken waarin dat je je begeeft, maken die breedheid net. Hè? En ook wat je net zei, het gaat dan over een gesprek voeren en dan... vragen stellen of eigenlijk vooral luisteren naar mensen op netwerkevents voor een stuk. En ook niet oordelen. Ja.
Ja. En niet beginnen nadenken van, zij is eigenlijk meer concurrentie voor mij, dus maak dat ik hier weg ben. Of, maar die persoon is wel interessant. Die verkoopt hier, machines om aardappelen te verdelen. Niet interessant, heb ik niks aan. Niks te maken met inflatables, niks te maken met presentatiewerk. Doei, ik ben weg. Ja, misschien niet. Want... Dat zijn echt dan echt vooroordelen, denk ik. Yeah. Of je ziet het inderdaad niet op het gezicht van de mensen of ze iets voor jou zijn. Hè? Ja, plus iedereen heeft een interessant verhaal dat je weer iets opsteekt. Plus het gaat ook over netwerken is niet alleen professioneel netwerken. Mm-hmm. Netwerken is ook zorgen voor een stukje dat je een vangnet hebt privé. Mm-hmm. Dat is ook je netwerk, hè? Absoluut, ja. Nu, als je kijkt, we hebben het nu vooral over netwerken en naar netwerkevents gaan, wat natuurlijk een beetje moeilijk is in de huidige omstandigheden. Ben benieuwd, hoe doe jij dat nu? Ik vind de nieuwe hype Clubhouse wel enige die op dit moment toch op een of andere reden erin slaagt om ons allemaal binnen te laten stappen op plekken waar we anders... niet zouden komen. Dus ik vind ik weet niet of het bewust gelanceerd is. Ik veronderstel van wel. De vraag is natuurlijk, wat als we weer allemaal mogen buiten komen? Wat is aan de toekomst van Clubhouse? Dan zal Clubhouse wellicht eerder een iets zijn tussen een podcast/radio. Dat is dan de toekomst die ik ervoor zie, want het vervangt niet de helemaal die toevallige contact. Want ik denk dat dat eigenlijk is wat we allemaal het meeste missen, zijn die toevallige contacten. Ja. En ik heb geluk, ik mag nog vrij veel buiten komen voor mijn job, dus ik kom wel wat mensen tegen. Ja. Maar er zijn legio mensen die ondertussen al een jaar niemand meer toevallig gezien hebben. Wij kennen elkaar vrij goed, al een tijdje. Maar wij hebben elkaar nog niet gebeld om te vragen, zeggen, hoe is het met u? Nee, klopt. Mm-hmm. Dus je doet dat, ik weet niet jij, maar dat doe ik alleen maar met echt super close friends. Mm-hmm. Dus ik denk dat online netwerken, en ik presenteer en ik host en modereer heel veel online events, ik zie dat toch nog niet echt... Ik heb nog niet echt een moment gehad van... Wauw, dat netwerken is de max. Het is al heel erg moeilijk om die koffiebabbels te reproduceren binnen een eigen bedrijf. En dat is toch niet zo evident. Laat staan een event waar je eigenlijk als eventorganisator allemaal mensen van allemaal verschillende allooi op jouw event willen hebben. En dan ga je een beetje speeddate-achtige dingen doen. Maar ik weet niet of het echt lukt. Ik denk dat mensen daar nog een beetje angstig van zijn. En dan denk je, dat is een beetje Tinder-gewijs. Ik heb geen Tinder-profiel. Maar ik heb bijvoorbeeld wel een vriendin die single is. Helemaal niet op zoek is naar een vaste partner of naar een seksbuddy. Maar die zegt, ik heb wel... En had je het mij een jaar geleden gezegd dat ik op Tinder zou zitten? Ik had er nooit geloofd. Maar ik heb daar bijvoorbeeld wel twee wandelmaatjes gevonden. Ja. Maar dan moet je al die insteek hebben van ik ga op Tinder. Je gaat niet, denk ik, op Tinder iemand gaan zoeken. Om te wandelen. Maar dat is wel wat er uitkomt. Dus netwerken online. Ik denk vooral contact nemen met de mensen die je al kent. Mm-hmm. Zo echt mensen online leren kennen is toch wel heel moeilijk. Zeker als je niet al een gigantische persoon bent. Als je het al, misschien zou het wel makkelijker kunnen zijn, want dan denken mensen soms, dat zijn netwerkers die gaan praten met iedereen. Mm-hmm. Ja, ik kom ook op een event binnen waar ik niemand ken. En ik ga daar ook niet zeggen van hallo. Dat blijft awkward, denk ik, voor iedereen. Om op iemand toe te stappen en te zeggen van... warm hier zeker. Hè? En lekkere koffie. Ik bedoel, dat is iets die weird is. En online, we hebben het ook niet echt geleerd. Zoals onze kinderen misschien wel geleerd hebben. Maar die kerels van Clubhouse, die gaan in de gaten moeten houden. Ik vind het toch wel... ik ben natuurlijk ook een beetje een marketing bitch en een beetje een early adopter. Dus alles wat nieuw en dingen is, vind ik geweldig. Daar ga je op. Ja, dat is, dus dat is misschien... Ik loop misschien even in een val. Het is ook super verslavend. Oké, super. Ik vind het ook een heel boeiende insteek hoe dat je zegt. Als ik dat dan vergelijk, ik heb mijn
professioneel netwerk grotendeels online opgebouwd. Via Twitter destijds, toen het nog niet het zure kanaal was, toen Twitter Clubhouse was, vroeger. Maar dat was voor mij een heel laagdrempelige, veel laagdrempeligere manier dan op een fysiek event om contact te leggen met iemand. En ik bouwde daar een relatie mee op. En op het moment dat ik die persoon op dat fysiek event tegenkwam, dan hadden wij het gevoel dat wij elkaar al kenden. Of dan was dat, wij spraken af, ik ga daar naartoe, jij ook. Mm. Dus ik vind dat boeiend hoe dat je inderdaad op verschillende manieren daarnaar kan kijken, blijkbaar. Ja. Ja, ik denk dat het misschien ook wel te maken heeft. Ik heb natuurlijk een aantal jaren echt de BV-kroon gehad. Dat mensen je echt herkennen overal waar je komt. En dan word je natuurlijk gevraagd op Facebook door Jan, Piet en Paul. Ja. En dan denk je van, ja, oké, heb je geen tijd om daar te gaan kijken. Wie is die en waarom wil die nu linken met mij? En zoveel jaren later merk je dat toch nog wel een klein beetje geldt als je echt een bepaalde naam hebt. Dat is weer... Pas op, er zijn ook mensen die ik online heb leren kennen. Mm-hmm. Dus ik had daar misschien ook een beetje op bepaald met een vooroordeel van, ik ga alleen maar mensen... Nou, dan spreek je wel over 6 jaar geleden. Hè. Mm-hmm. Alleen maar mensen aanvaarden op mijn sociale profielen als ik ze al gekend had. Mm-hmm. Dus ja, het is iets wat we denk ik ook gewoon moeten leren. Maar ik denk dat iedereen echt het echte contact... Je hebt toch ook zoiets van als je iemand tegenkomt, dat zo een aura of zo is. Een energie, denk ik. Die dan op een of andere manier matcht of botst. Mm-hmm. Mm-hmm. En dat voel je niet, hè. Dat voel je, dat is denk ik het gevaar misschien. Op de computer voel je de energie niet tegen of meestromen. Nee. Dat klopt. Ja, nee, dat en dan klopt. Kan je misschien en dan kan je zoiets hebben van. Ja, dat had ik niet zien aankomen, zoiets in die zin. Maar het zal inderdaad ook een impact, je persoonlijkheid, de mate waarin dat je lef hebt om naar mensen toe te gaan. Als je inderdaad een bepaalde bekendheid hebt, waardoor dat mensen... Oh, jij hebt heel veel lef, Lizzie. Jij bent, denk ik, dat mag wel gezegd worden, dat jij echt daar het lef hebt om te zeggen van... beste Mathilde, kom jij eens in mijn podcast? Ja. Schijn kan bedriegen, zeg ik dan. Lef kunt je... Je kunt faken. Het gewoon... Ja, faken denk ik niet. Je kunt ook gewoon springen en dan zeggen, wat heb ik nu gedaan? Als je dat lef noemt, dan heb ik lef. Ja, maar ik herinner mij iets wat je in een gesprek... Ik weet niet dat je het zelf nog weet, maar wat een hele grote impact heeft gehad op mij als het gaat over ondernemerschap. Je hebt op een bepaald moment tegen mij gezegd van... je moet ook niet altijd willen springen. Als je ziet dat er geen water in het zwembad is, dan zou je wel heel erg dom zijn om te springen. Ja. Ja. En dat klopt wel, hè. Ja, ook al heb je heel erg zin om te springen, je ziet dat er geen water is. Maar ga je te pletter springen? Anders, spring dan gewoon niet. Ja. Dus dank je wel daarvoor. Maar dat is een heel mooi beeld wat echt wel klopt. We moeten niet mensen pushen om te springen. Nee. We moeten ze leren om te kijken waarin ga je springen. Ja, en zorg dat er water inderdaad in dat zwembad zit. Mm-hmm. Grote dromen stuwen ons vooruit, sowieso. Ik denk dat we dromen nodig hebben. Ik ben zelf opgegroeid met het idee dat je kunt worden wat je wilt als je hard genoeg werkt. Mijn vader heeft mij dat altijd gezegd. Ik weet ondertussen dat niet klopt. Hè. Dat je ook geluk moet hebben en dat timing er ook is. Mm-hmm. Ik had onlangs trouwens een fantastische film nog een keer over gezien. You want something, go get it, period. Dat is een stukje uit de film van Pursuit of Happiness met Will Smith. Nee. In ieder geval, mensen die luisteren of kijken, moeten daar zeker naar zien. Maar... En die film ging eigenlijk vooral, en dat is het bruggetje dat ik wil bouwen, naar het als je echt gelooft in je dromen, dan moet je er wel durven voor gaan. Dat wil inderdaad niet zeggen dat je onbezonnen in dat zwembad moet gaan springen, maar je moet er dan wel voor zorgen dat er water in dat zwembad geraakt. Dus laat u niets wijsmaken door anderen. Wees koppig, ambitieus wat dat betreft. Dan ben ik heel benieuwd als ik zie naar wat je allemaal gedaan hebt. Wat staat er dan nog op jouw wishlist? Wat zijn jouw professionele dromen? Ik ken een fysieke ambitie die je binnenkort gaat najagen. Maar wat zijn jouw dromen nog? Mijn fysieke ambitie, je hebt het over mijn 666 kilometer op 6 dagen in de Atlas. Ja, dat is, ik zal het hier maar zeggen, dus ik heb het gezegd. Ik heb ooit zo gezegd ook dat ik mee ging doen aan Miss België. En dan houden mensen jou eraan en dan moet je dat dus gaan doen. Dus ik moet nu wel naar Marokko. Mm-hmm. Ik ben een enorme fan van Oprah Winfrey. Mm-hmm. En de manier dat zij mensen interviewt. Oké. Okay. Mm-hmm. Dus als ik zo even de Oprah Winfrey van Europa, zullen we dan maar zeggen, we zullen een klein beginnen... kan worden, dan ben ik heel blij. Wow. Dus als ik mijn eigen tv-show kan hebben waar ik mensen
kan interviewen, ook mensen met elkaar kan gaan linken vanuit heel rare combi's, dan zou ik dat zou wel een droom zijn die uitkomt. Maar het probleem is dat ik al heel erg bij mezelf merk dat na elke droom die er is, komt er wel weer een ander. Dus ik hoop vooral dat ik heel mijn leven van de ene droom naar de andere kan overhuppelen en dat ik nooit stop met dromen en dat ik inderdaad geloof in dromen. En misschien is een andere droom ook mensen doen inzien dat ook zij moeten geloven in zichzelf en in hun dromen. Als ik dat een klein beetje kan realiseren bij jonge, maar misschien ook bij iets minder jonge mensen, ja, dan dat is ook wel een droom die zou uitkomen. Dus verder dan mijn eigen kinderen, ook andere kinderen kan aanzetten van geloof in jezelf, geloof dat je het kan en geloof ook dat je keuzes moet maken, maar dat geen enkele keuze een keuze voor het leven hoeft te zijn, tenzij kinderen maken. Dat is nogal voor het leven. Dat is de enige keuze die ik in mijn leven gemaakt heb, die tot nu toe onomkeerbaar is. Maar al de rest, huizen kopen, verhuizen naar het buitenland, kiezen voor een carrière. En dan denken van, dat is hem toch niet. Of ik wil op de top geraken. En de top voor mij is dat. En ik geef mij daar een bepaalde tijd voor. En ik ben daar niet geraakt. Ja, hou dan de eer ook aan jezelf en zeg van, oké, ik heb het niet gehaald. Ik ben niet een principal in Ballet Vlaanderen geweest. Ik heb niet mijn allergrootste droom, Nederlands Danstheater, bereikt. Is dat jammer? Dat is heel erg jammer. Gaat dat over gebrek aan talent? Gaat dat over gebrek aan... Ik denk het niet. En dan bij jezelf inzien, zoals jij zegt, van er is een momentum die misschien fout is. Ja. En wat leer je daaruit? Ja. En wat brengt jou dat? Mm-hmm. En frustratie is vooral mensen die verbitterd zijn. Dat vind ik zo jammer. Dat is inderdaad zonde, dat klopt. Maar ik hoor het, je hebt in ieder geval mooie ambities. En wie weet gaan we jou binnenkort dan op televisie zien. En ik dacht, klein beginnen, Europa. Ik vind dat nu precies niet zo klein. Maar you always have to dream big, hè, Sue. En ik denk dat jij dat ook wel heel erg hard doet. Hè? Super. Oké, heb je nog een finale boodschap die je de wereld in wil sturen via dit kanaal? Een ultieme idee, project, waar je hulp bij nodig hebt, vraag, voorstel? Niet meteen. Je overvalt mij een beetje met die vraag. Goh, ik denk uiteraard, maar wat ik vooral om af te ronden wil zeggen is, ik wil jou feliciteren met wat je doet, want het is geweldig. En als ik zie dat je het had over dat zwembad, dan dacht ik van, is zij degene die aan het wachten is tot het vol met water zit? Maar je hebt je zwembad gevonden waar je in gesprongen bent en complimenten daarmee en je doet het schitterend. Amai, dankjewel, Suyin. Wauw. Oké, nu moet ik zorgen dat mijn auto nog volledig frictieloos verloopt. Dankjewel in ieder geval dat ik in jouw hoofd mocht kruipen. Ik vond het heel boeiend, vond het heel aangenaam, heel fijn en een eer. Want meestal is het andersom, hè. Stel jij de vragen. dankjewel ook aan jullie om te luisteren of om te kijken. En volgende keer kruip ik opnieuw in het hoofd van een centrale gast. En dat zal Bruce Veger-Lippens zijn. En die heeft na een loopbaan bij McKinsey, Solvay en Euroclear de stap naar het ondernemerschap gewaagd en heeft zijn eigen venture opgericht, Wappie. Dus dat heb je de volgende keer van ons te goed en dat wil jij natuurlijk voor geen geld ter wereld missen. Abonneer je dus zeker op dit YouTube-kanaal of op deze podcast. Vond je deze podcast geweldig? Vertel het dan vooral verder en aan iedereen die het wil weten. Op die manier kunnen wij ook verder groeien. En het allerbelangrijkste, never forget, it's a great time to be in HR. Tot de volgende!